All-Star. Vandaag zijn we, welke datum dat weet ik niet, 7e vandaag, 7 april. En wij gaan vandaag naar de dagcentrum. Niet om daar activiteiten te doen, maar gewoon voor te spreken dat je ziet dat er zo, voilà. Ik ga mijn broek aandoen, want ik wil me wel een beetje haasten. Ja, haast is veel gezegd hoor. Gewoon, simpel, alles aandoen. Want we gaan nog langs de markt. Dus dat is ook wel leuk om daar eens nog eens te komen. Dat is lang geleden. Dat is geleden van toen met Enzo dat ik daar eens geweest ben. Vraag me niet wanneer. Precies, dat weet ik niet meer. Ik hoop dat ik me niet misknokt heb, want dat doe ik ook heel vaak. Dan gaan we mijn schoenen halen en dan gaan we die aandoen. We gaan gewoon een gesprekje voeren en zo. Want ik doe daar begeleid werken voor het dagcentrum. En dat vind ik echt wel heel leuk. Ik ben ook blij dat dat bestaat. Dat dat kan. Dat we dat kunnen doen. En zonder dat zouden we... Ja. Ik ben er echt wel trots op. Dus ik werk nu op 2 scholen. Halve dagen. En daar ben ik wel heel trots op. Dat moet ook niet meer zijn, momenteel. Dus... Ik ben fier dat dat mogelijk is om dat te kunnen doen. Zo, mijn schoenen zijn aan. We zijn helemaal gepakt en gezakt. Zo, jasje aan. Ik denk toch dat ik voor een dikke jas ga gaan vandaag. Aangezien het toch wel heel veel wind is buiten. Toch wel heel slecht weer is. Heb ik toch gekozen voor een dikke jas aan te doen. Dus... Want het zal wel koud zijn. Zo. Dat is al aan. Nog mijn vloeivestje aan. En dan kunnen we gaan. En wat ik wil scoren op de markt is eigenlijk gewoon simpel. Ik heel makkelijk zeggen. Een krimkoek met slagroom wil ik gaan halen vandaag. Ik ben de inkoper gegaan, dus dat wil ik graag halen. Dus deze leg ik opzij. Dan wil ik met die 6 euro dat gaan halen. Dus dat moet wel lukken, hè. Dus vorige kerstvakantie was, stond hij er niet, dus ik hoop dat hij er deze keer wel staat. Hoop ik alleszins. Vleugeltje aan. Zo. Dus hopelijk kunnen we die scoren. Onze batterij. Ja, de gsm is heel rap leeg, dus ik heb dit echt wel nodig. Niet dat ik er heel op de gsm zit, maar gewoon, hij gaat leeg zelf als je er niet op zit. Dus heb je dat wel nodig voor moest er iets gebeuren met de wind of zo. Ja, goed. Nu ook niet raar gaan doen of zo, maar ik wil gewoon voorzichtig zijn. We moeten voorzichtig zijn, ook voor zakkenrollers. Die zijn er ook altijd gratis bij op de markt. Dus, daar weet ik alles van. Zo, 6 euro, daar hebben we wel een krimpje voor. Hè? Maar ik ga alles eens toch hopen dat je dat ervoor hebt. Om het zo maar te bestellen. Dus dat neem ik altijd in. Die moet je mee hebben. Zo. De koekenmarkt. Ik denk dat er wel genoeg kramen staan. Ik hoop dat er staat. Ik weet het niet. Ik ben hier al lang niet meer geweest. Dus ik hoop dat, dat hier nog staat. Want, wat ik heel graag wil is, dat heb ik al gezegd. Dus we gaan eerst daar starten en dan gaan we zo ook weer nemen. Ik moet nu wel wat oppassen, want het zal wel groot zijn. Het publiek moet wel kletteren. Ik weet dat van 9 tot 20. Hoe staan die hier? Ah, ik zie hem staan. Ik weet niet of hij dat nog heeft, ik weet dat niet. We gaan het wel zien. Het is allemaal een beetje nieuw voor mij. Welkom hier met Enzo en dan altijd goed, een beetje meer uit mijn comfortzone komen.
Die zijn nog steeds aan het lopen. Dus dat wil ik ook doen. Hè. Ik kom langs de stad. Het is toch al over, maar er waren heel veel plaatsen, dus we hebben wat nat. We moeten ook het uur in doorhouden en niet te laat komen op het dagcentrum. We gaan eerst even kijken. Dus dan gaan we eerst even kijken. Zien we nog gaan we zien. We zijn naar de markt en ze had hem. Dus we zijn wel blij. Daar komen we dus speciaal voor. Een beetje reclame maken. Ik zie er staan niet zo heel veel kramen, maar we gaan toch eens rondlopen, want we moeten pas om 30:30 er zijn. Dus we wel vieren dat het er staat. We nog geld overzoeken, eigenlijk op Avenue. Dus dit is echt niet druk op de markt. Ik had mijn oortjes ook meegepakt, mijn koptelefoon, maar het zal niet nodig zijn. Want ik zie dat er staat bijna niemand. Nu kom ik eens op de markt en is dat er bijna niemand. Dus ja. Dus... De apotheker. Even kijken naar mijn afval. Die wil je ook nog een keer mee. Voor vandaag, waarom niet? Dus ik heb wat kost even over. Groentjes en fruit. Hier nog wat fruit. Kijk, allemaal fruit en zo. Het staat hier op de markt. Mensen zijn er niet gewend van een camera te zien. Maar ja, het is gewoon een ding, hè. Dus, het is echt wel vrij. Meestal staat hier vol met bloemen en zo. Maar het is echt wel vrij weinig. Kijk, dat is allemaal fruit. En ook heel veel plastic. Ik heb daarnet ook heel veel plastic gezien. Dat was echt normaal bedrag. Dus echt. Ja. Ik probeer zoveel mogelijk te vloggen. En nu dat die over is, kan ik daar wel. Maar als het regent, dan is dat heel moeilijk. Die is helemaal nat. Dan wil ik niet meemaken. Echt veel ziel hier niet door de markt. Zoals kippenkramen en zo van dingen zijn al wel, maar het is ze lachen allemaal, maar ik denk dat die mensen van de duur wel weten wie Bolstar is. Ik merk het ook vaak als ik buiten kom, dat mensen ook wel herkennen en zo, dus ja. Ik heb ook de boekjes gevonden die ik moest hebben bij staat thuis, dus daar ben ik ook wel blij mee. Die ga ik graag laten zien, zo de belevenis van 2000. Wat er allemaal te doen is en voilà, budgetten en zo. Dus ik heb alles gevonden wat ik moet vinden. Eens kijken wat een wafel kost. Dus dat is ook eten, hè. Mijn eten is altijd goed, hè. Dus ik ga die even hier steekjes wegsteken. En dan gaan we eens kijken wat een wafel. Een wafel. Goedemorgen, het is voor een wafel met slagroom. Om mee te nemen? Ja, mee te nemen, ja. En alles goed? Ja, alles gaat prima. Het gaat steeds beter en beter. Ah, zo moet het, hè? Ja. En met de zus ook? Ik ben veranderd van meisje naar jongen. Dus nee, maar je hebt ook met dat babytje. Ah ja, met de kleine gaat alles goed. Ja, hè? Ja, 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 dat is ook een jongen. Maar dat is toch je zus dat een babytje heeft? Nee, mijn broer. Ah, je broer. Ah, oké. Okay. Ik ben zijn zus, normaal gezien. Ja, ja, nee, maar ik dacht dat dat je zus... Ja, nee, dat is je broer. Ja, ja. Nu ben ik mee. Ja. Ja. Ik wist altijd... dat er een babytje was, hè? Ja, dat is Enzo. Ja. Die komt vaak mee, maar nu zit hij op de crèche. Ah ja, ja, maar ja, tuurlijk. Hij wordt ook al groot zeker, hè? Hij gaat binnenkort naar school. Maar dan ook al 2,5 jaar. Ja. Ja, dat vliegt eigenlijk, hè, dat dat is, hè. En is dat een halfvolle of een volle? Een volle. Een volle. En een beetje suiker ook? Ja. Die zijn het beste van allemaal, de wafels. Ik zeg nu krijg ik nog eens uit de markt, want ik doe ook vrijwilligerswerk, maar het is altijd op een donderdag, dus dat is altijd. Ja, ja. Dan kan ik niet komen om mijn wafel te gaan halen. Ik moet zeggen, ah, ja, nee, maar dan gaat even... dat nu dubbel en niks maken. Ja. 2,70 euro. Dus ik kan ook zeggen, even, ik ga even wafel halen. Kom, kom. Ah, ja, het zal wel zijn. Dankjewel. Laat het u smaken. Dankjewel. Dag. Dag. Dat gaan we lekker opeten straks. Ik heb iets met slagroom vandaag. Vandaag is alles met slagroom. Dus dat vind ik altijd wel heel leuk. Ik was echt zo lekker aan de zee zo en zee toe.
een vuurtoren. Ik kan echt goed, hè. De zeetoren. Ja, nu heb je die mondkapjes niet meer nodig. Ik heb altijd zitten, ik kom er nog wel eens een keertje om die groene. Heb je dus met kaas, die heb ik ook allemaal kazen. Kazen. Dus iemand van kaas houdt, ik niet. Ik kan niet zo van kaas, maar... Het is echt niet druk. De mensen zijn echt hier... Ja, het is echt niet druk. Ze zijn echt stil. Stil op de markt. Dat zijn we niet gewoon, ik zeg het. Kijk, hier hebben ze sokken. Die ze verkopen. Sokjes. Als je sokken moet hebben, dan moet je daar zijn. En dat zijn bloemen. We hebben alles wat we moeten hebben. We hebben een wafel. En we hebben een kreukel met z'n. Ja, dat is zo speciaal. Dat kun je bijna nergens vinden. Ik denk dat ook heel veel mensen dat ook niet kennen. Kreukel met z'n wafel, maar ik weet dat niet. Pyjama's en onderbroeken. Dus ja, wat tof. Maar het is niet zo koud, ik dacht dat het koud in zijn, maar dat is het zeker en vast niet. Dat is het zeker niet koud, dus dat is ook wel goed. Ik ga die straks in mijn rugzak steken. Dus het is vandaag de dag van de slagroom. Ik heb praatworstjes en hamburgertjes en zo. En nog een met kaas. Snoepjes bij Sandra en Linda. Snoepjes. En hier verkopen ze kaas. Ja, ik kan er niet speciaal gaan aanschuiven. Vis. Wie is er graag vis? Vis hebben ze hier ook. Vis. Dus, maar dat is niet voor mij. Mijn oma kan altijd vis kopen. Mensen die mijn oma nog kennen van in de vlog, die zullen dat wel weten. Dat die heel veel vis en zo. Ja. Witloof. Witloof, dat moet wel heel... Het is asperges. Asperges zijn het. Asperges. Ik ken heel veel van groenten. Hè. Dat zijn asperges die ik mee verkoop. En nog een beenhouwer. Voor de beenhouwers. Ik denk ook dat hij niet zo druk eigenlijk. Totaal niet, het is echt niet druk. Spijtig voor die mensen natuurlijk, want die mensen staan hier natuurlijk wel in mijn weer en wind. Dus ja, dan kopen die ook niet heel veel. Dus, dat is die kaas die ik net zag. De kaas. Dus, de toren. Ik moet goed het uur in doog houden, want anders zijn we te laat en ik wil niet te laat zijn. Dus, kijk, allemaal donuts. Maar we hebben alles. Dus we kunnen donuts. En ook allemaal vleesjes. En hier achter mij heb je nog een bakker. Dus, veel eigenlijk, veel te eten. We gaan hier niet verhongeren. Dus, en dat is voor als je een fiets dus wil hebben voor een fiets. Dus, ja, dat is wel goed. We hebben nog een paar minuten tijd, dus ik zeg het, we moeten ons niet haasten. Er zijn mensen die... Dat is onze buur. Die houden het voor bekeken. Ja, ik kan wel begrijpen als hier zo heel veel volk op de markt komt. En die verkoopt CD's. Dus, maar daar kunnen we niet passeren, want wij hebben dan anders een claim aan ons gehad. Maar die verkopen CD's en dat is ook wel leuk. Maar ik heb er ook al eens CD's gekocht en zo, dus ja. Ik zeg het, er is niet veel te zien. Daar zijn ze echt op elkaar geplakt. En hier is zoveel plaats eigenlijk. Maar die moeten eigenlijk altijd op dezelfde plaats staan. Dus die krijgen dan de plaats toegewezen. Daar betalen ze voor, denk ik. Ik weet dat niet hoe dat elkaar zit. Mijn opa weet dat allemaal, maar mijn opa kan het niet meer vertellen. Dus... Ja. Dit allemaal snoepjes. Die mensen verkoopt. Snoepjes. Dat heb ik ook niet nodig. Dat is van die lollies, dat je insteekt en dat je dan zo zuur op die lolly krijgt. En dat ze zo, ofwel begint dat zo te knetteren, dat heb ik ook al eens gehad. Te knetteren. Dat ook. Dus, ja, het is wel leuk om eens een keertje te rondlopen. Ja, je moet dat goed kunnen echten. Specialiteit. Hier verkopen ze snoepjes. We gaan er nu niet daardoor omdat het te druk is die mensen staan er aan te schuiven. Dus ik ga die mensen niet storen. Dus ik ga die mensen gaan kopen. Dat is ook wel vis en zo van dingen allemaal. Dus, ja.
vogels. Bij de nul. De vis. Als mensen die vis willen hebben, en normaal zou je dus proberen om die verkoppeltjes. Dus ik ga nu stilletjes aan terug waar we vandaan komen. In ons holletje. Nee, ik ga er een dag zijn. Ik ga een dag zijn terug. Dus, maar dat kan ik niet. Oh. Dus ja, dat moet je weer. Ik kom aan de ene kant uit, dat is hier de kant. Aan de andere kant, dat wordt gebouwd. Dus, maar hier zal een nieuw blok staan. Dus wel. Als ik op de markt kom, dan heb ik echt altijd heel veel herinneringen. Ik denk aan de markt, het Sinterklaasfeest. Dus, ik heb wel de markt. Zo. De wafel hebben we ook al. Ik had misschien moeten vragen, maar dan dus, ik was zo van melk. Zo vragen stelt dat ik vergeten ben te zeggen van ik moet slagroom in een potje. Maar ja, kijk, ik heb er niks meer aan te doen, want het is te laat daarvoor. Dus ja, ik kan blijven liggen. Wafel. Zo, dat even dus in de zak steken. In de zak. In dit geval een wafel. Ik heb een wafel bij voor hem. Dan lach je. Ik was zo om mijn heren, die was heel blij om mij nog eens te zien. Die zei hallo en ik volg al lang. Maar ik moet heel goed praten. Ik kan heel goed praten met de mensen. Maar dat zijn meestal mensen die ik echt wel ken. En als er mensen zijn die ik niet ken, dan kan ik daar niet zo goed mee praten. En dan heb ik er altijd moeilijk mee om mee te praten. We gaan al stilletjes aan door naar het dagcentrum. Ja, dat ding. Dus, ja, de sleutel. Ik zou toch de sleutel. Wacht, waar heb ik die sleutel? Toen zit ik ook in elkaar. Hè. De sleutel vergeten op te steken. Maar nu er zo'n groot ding in hangt, weet ik altijd waar de sleutel zit. Vroeger was dat anders. Dan was ik de sleutel altijd kwijt. We gaan een stukje te voet. Maar verduidelijking dat we niet aan het fietsen zijn. Omdat we weer heel veel mensen op ons zak krijgen. We zijn te voet, te boot. Want we zijn naar het dagcentrum. Het is er niet ver vandaan. Dus als ik moet fietsen, dan moet ik helemaal rond de markt rijden. Om dan naartoe te raken. Ik denk dat we nog een paar uur hebben. Ik kan de klok nu niet zien. Maar een paar minuten nog hebben. Om te raken, uren, ik weet niet. Ik ben aangereden, ja, dat waren de laatste beelden geweest die we er misschien te zien in krijgen. Dus ik had verwacht dat het kouder ging zijn, maar het valt wel mee eigenlijk op zich. Dus, het is niet zo koud. Maar ja, er is wel veel wind. Maar ook het weer valt wel mee, maar ik denk gewoon wel de mensen wat tegenhoudt. Omdat het vanmorgen geregend heeft en dan de wind. Want ze zeiden van ja, het gaat halve wind zijn, dan mensen het hebben van kom niet buiten. Ja, dat is iets wat er nu gegeven is, dat ook maar een beetje meegegeven is door mijn opa altijd de markt. Hij heeft vroeger ook op de markt zelf gestaan, een kraampje gehad en zo. Hij verkocht pyjama's en ook handdoeken en zo van die dingen allemaal. Dus ja, en ook zo van die schorten om te kuisen. Dat kenden veel mensen nu niet meer, maar hij verkocht dus echt schorten om te kuisen. Mensen die er echt een schort aan als ze je kuisen. En of je een koe. Als ik
in de hand ook laten zien, maar ik heb geen hand. Dus ik ga niet zien waar dat is afgekomen. Dus, mensen kijken me echt aan, zo van, wat doet hij daar? Dit en dat. Mensen weten ook niet wat het is en kijken gewoon zo van, denkelijk, wat doet hij daar? Is die heel zot geworden of zo? Ja, ik weet niet wat de mensen denken. Maar ik zit soms aan een blik en ik denk van, wat denken die mensen wel niet? Je hebt mensen die lachen, die afzeggen. Je hebt mensen die zeggen, ah, ik ken niet van Bossen. Je hebt mensen echt kijken van, wat is dat? Wat doet die? Ja. Als ik dan de auto's zijn, kun je dan niet echt uitleggen wat ik doe. Maar echt, ik kun je niet zeggen dat het niet veilig is natuurlijk. Plastics proberen te vermijden. Dat is echt wel niet zo heel veel volk, wil ik zeggen. Ik wil eerst zeggen plaats, maar dat is niet wat ik wilde zeggen eigenlijk. Plaats is er genoeg. Dus, ik stel aan niemand, dus plaats genoeg, morgen is plaats. Dus dat is geen probleem. Zo, we zijn alweer, kijk achter ons de kerk. Waar de vorige keer ook waren. Dus de kerk achter ons staat nog in de stelling. Echt een boogstelling als je dat kunt zien van mij. Nu ga ik wel weer naar binnen te gaan. In ieder geval, ik kan de klok niet zien. Normaal kijk ik ook altijd op de kerk hoe laat het is, maar dat ik niet zie. We zullen het niet te weten komen, want ja, het gaat niet om te zien. Dus we weten dat niet. Even mijn neus snuiten. Voor we naar binnen gaan. Ik zal mijn foto's ook maar meepakken. Je weet maar nooit of het gepikt wordt. En dan moet ik weer terug. Dat waren er niet zoveel, dus ga ik ze maar meepakken. Dit zijn die dingetjes dat ik dat zo foldertjes die ik heb meegenomen. Dus die zitten er nu ook in. Zodat alles een beetje proper zit in de rustzak. Voor mijn wafel niet te breken. Dus ik ben nog steeds hier binnen, maar goed. Ja, zo gaat het ook, hè. Een trage mens is ook een snelle mens soms, hè. Zo. Zeker het niet, want ik heb daar mijn oortjes eruit gehaald, mijn koptelefoon. Zo. Dan zijn we bijna klaar om binnen te gaan. Het is eigenlijk de schoolpoort waar dat vroeger de school was. Dus kijk, we hebben de bankjes gezet en alles. Ik ben hier vorige keer ook geweest met zijn wandeling, midden in de nacht. Want toen had ik mijn vlogcamera erbij. En we gaan echt door de poort van de school. En dit was de school. Echt de school. Wow, mensen, hier kun je niet zitten. Dat is echt wel speciaal. Ik vind het echt wel iets cool. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je op een schoolplein staat. Dat is echt de speelplaats en zo. Dat is echt wel mooi gedaan. En hier kun je zitten. Dus ik zal plaats nemen op een bankje. Zo'n klok hangen. Een klok. Het gaat zo mooi aan het bewegen, kijk. Dat is echt wel wind. Maar je ziet echt dat zo. Een goed schoolgebouw. Dat ze dus erbij gebouwd hebben, denk ik. Zie je, staan. Dat is wel prachtig.
zo een beetje oude gebouwen. Dus nu gaan we eens terug naar de kant waar we vandaan komen. We gaan onze fietsen gaan halen. Gezellig. Super. Mooi. Echt heel mooi. Dus. Komt er natuurlijk ook niet elke dag, hè. Dus. Speciaal eigenlijk. En dan gaan we terug. Dan zie je dat gaan we nu weer door. Wel cool. Eigenlijk. Zo, dan komen we weer hier uit. Hè. Het is wel heel mooi, ik moet wel zeggen. Ja. Het is wel... Kom, dan komen we uit op een pleintje. We moeten wel een beetje zien dat we niet nat worden. Komen we daarop uit. We komen aan Stadsgaburg terecht. We hebben ook een Stadsgaburg. En dan gaan we ons school uit. Maar je ziet, er is echt heel veel modder. Dus we gaan toch maar. Ja, dat is een wind. Nu is het België, maar waarschijnlijk niet meer. Dat je me niet meer verstaat. Zo, dan gaan we nu naar de fiets. Terug richting die andere kant. Zo. Super lekker. Nou, ik heb niet gedronken en mensen daarmee zelf. Kietje. Nog wat. Leuke video's, ik het daarom over. Geniet, abonneer en morgen zijn we weer.